Tony Villet-Kok is mijn naam. Onrecht achter de rug? Nee, absoluut niet. Niet in Nederland, niet in Europa en niet in de wereld. En wat kunnen wij eraan doen? Door ons in te zetten voor vrouwen en kinderen elders in de wereld. Door projecten op te richten, vrouwen het gevoel te geven dat ze er niet alleen voor staan. En ik zal dat een beetje proberen toe te lichten. Waarom ben ik zo gedreven om dat te doen? Ik heb een groot gevoel van rechtvaardigheid en ik wil dat er een wereld is, een rechtvaardige wereld zonder armoede. Waar we toegang hebben tot onderwijs, waar we toegang hebben tot gezondheidszorg. En ja, hoe doe je dat dan zelf? Door je in te zetten, je kunt lid worden, je kunt door je beroep iets te doen. Ik ben lid van de Sorbtimisten. Sorbtimisten, een internationale organisatie die zich inzet voor de positie van vrouwen en meisjes wereldwijd. In 120 landen. Ik ben actief in de Nederlandse Vrouwenraad. Waardoor ik de Nederlandse Vrouwenraad voor u een koepelorganisatie waar 46 vrouwenorganisaties bij aangesloten zijn, heel divers. En solidariteit van vrouwen is belangrijk. Je moet samen dingen doen. En ik ben geïnteresseerd in ontwikkelingssamenwerking, ik zit in de Raad van Toezicht van Oxfam Novib, waardoor ik ook gewoon veel informatie krijg. Voor mij heeft het bezoek aan de vrouwenconferentie in Peking 15 jaar geleden echt mijn leven veranderd. Toen heb ik gemerkt, ik was bij de niet-officiële delegatie, want dat soort conferenties zijn altijd een officiële regeringsdelegatie en ook non-gouvernementale organisaties, zoals alle vrouwenbewegingen genoemd kunnen worden en andere organisaties waren daar aanwezig en ik zag door de verhalen van anderen aan te horen dat je echt een verschil kunt maken met elkaar. Dus ik dacht, dat spreekt mij aan. Hillary Clinton was daar aanwezig en ook haar speech heeft wereldwijd veel teweeg gebracht. Zij heeft gezegd, vrouwenrechten zijn mensenrechten. En wat betekent dat dan? Dat allerlei zaken waar vrouwen geconfronteerd mee worden die niet lopen zoals je dat wil, de schending van de mensenrechten, de discriminatie, die zijn dan strafbaar geworden. En dat betekent dat de regering daar iets voor moet doen. Je moet wetgeving maken, je moet ook wetgeving dan nakomen, want dat is het allerbelangrijkste. En dat gebeurt ook in vele landen niet. Maar op het moment dat je dat constateert, kun je er ook iets aan doen en eraan gaan werken. En zij was daar vergezeld van Melanne Verveer, dat is de speciale ambassadeur nu in de regering van Obama voor vrouwenkwesties. En zij geeft ook aan, zonder vrouwen hebben wij geen vrede. Daar kom ik zo nog even op terug. In Peking of Beijing is toen door alle landen die daar waren het platform voor actie gemaakt. En dat is een afspraak die daar gemaakt is, daar hoeven regeringen zich niet echt aan te houden. Er staan geen sancties op, maar het is wel de bedoeling dat je daaraan werkt. En dat wordt eens in de 5 jaar geëvalueerd. En dat was dit jaar het geval, omdat het 15 jaar geleden was dat die vrouwenconferentie, de 4e vrouwenconferentie in Peking, werd nu geëvalueerd tijdens de bijeenkomst in New York van de Verenigde Naties, want elk jaar, de eerste 2 weken van maart, rond Vrouwendag, Internationale Vrouwendag, houdt de Verenigde Naties speciale sessie, 2 weken, waarover allerlei zaken, vrouwenzaken gesproken worden. De dingen die goed gaan en de dingen die niet goed gaan. En helaas zijn die laatste nog behoorlijk wat. Maar je kunt ook door elkaar daar te treffen ook de voorbeelden horen van hoe het wel goed gaat. Ik was daar afgelopen week en ook dat is een moment om toch gemotiveerd te blijven en te zeggen nee, we gaan voor die goede zaak. Ik heb een paar dingen meegenomen, want anders denken jullie dat ik zo lang aan het woord blijf. Dat is niet het geval, maar ik dacht ik kan eventjes ophouden wat ik dan nou bedoel. Want in
Joejor komen dan regeringen, ze vertellen allemaal wat ze ervan vinden en er wordt gediscussieerd. Maar er is dan ook heel veel mogelijkheid om naar andere onderwerpen te luisteren, te discussiëren. En ik heb het standpunt van de Nederlandse regering even, zal ik kort zeggen wat zij vinden dat er gedaan moet worden. Hoe komt zo'n standpunt van de regering nou tot stand? De regering luistert zeker, er gaan hoge ambtenaren heen, soms ministers. Dat was met het vallen van het kabinet een beetje lastig. Koenders is, daar was daar niet afgelopen week omdat hij geen minister meer is. De regeringsdelegatie luistert heel erg goed naar ons allen. Ze hebben van tevoren, zijn er dan in Nederland sessies geweest, er worden aanbevelingen gedaan vanuit de Nederlandse Vrouwenraad en alle organisaties, van wat wij belangrijk vinden dat de regering een overweging neemt om als standpunt in te brengen. Daar is ook nog een vlak van tevoren is er een discussie over, zodat je ook zodat ook de regering weet wat vrouwen in het land belangrijk vinden en ze kunnen dat wel of niet overnemen. En wij hebben nu gezien aan het standpunt, statement wat ze dan innemen, dat echt veel dingen overgenomen zijn. De Nederlandse Vrouwenraad had nog een mooie brochure uitgebracht waarin dan staat dat zij vinden dat dat gewoon nog niet goed is. En dat is ook verwoord dan in het standpunt van de Nederlandse regering. Wat belangrijk is, is toch die, in Nederland wordt zeker aandacht besteed aan die ongelijkheid tussen vrouwen en mannen. Wij komen daar zeker niet, ook in Europees verband lopen we daar nog best op achter. De burgemeester noemde het ook al, Nederland heeft ook heel laat die vrouwenrechten, die VN-vrouwenrechtenverdrag geratificeerd, wel bijna 20 jaar nadat het gewoon benoemd is. Dus wij zijn helemaal niet zo snel. Maar waar wij wel heel erg aan werken is dat gewoon vrouwen meer in raden van bestuur van multinationals komen in financiële instellingen. Want het is bekend dat het dan veel winstgevender zou zijn gaan met een bedrijf. En misschien waren we ook wel niet in de financiële crisis terechtgekomen als er meer vrouwen hoog in de toppen van banken hadden gezeten. Wat de Nederlandse regering niet wil is geen quota. Maar wat er wel erg gestimuleerd wordt, is vrouwen toch pak je kans als er gewoon een positie is. Zorg dat je gewoon wel klimt. Belangrijk is het geweld tegen vrouwen en recht op seksuele en reproductieve gezondheid. En dat is toch best belangrijk, omdat in heel veel landen hebben vrouwen gewoon geen rechten over hun eigen lichaam. Kunnen niet zelf beslissen of ze zwanger worden en hebben ook geen toegang tot geboorteregelingsmiddelen, anticonceptiemiddelen. En abortus is natuurlijk in heel veel landen een gevoelig onderwerp. Dus daar werd ook zelfs in een aparte parallelsessie ook nog speciale aandacht gegeven aan dit soort zaken. En dat is belangrijk omdat dan andere landen mogelijk toch ook meegaan en daar en posities van vrouwen, zeker Zuid-Amerika, daarop ook wat veranderen. Speciale aandacht geeft Nederland aan de positie van vrouwen in gewapende conflicten, want dat werd ook al eerder gezegd, het zijn altijd de vrouwen en de meisjes die verkracht worden. Vervolgens zitten de vrouwen vaak alleen in de zorgen ze voor de gezin, omdat die mannen in de oorlog omgekomen zijn en ze moeten dus het land meer gaan, weer gaan opbouwen. En is nu door druk gelukt om toch het besef te krijgen dat in die vredesonderhandelingen vrouwen moeten zitten. Er is een conferentie nu onlangs geweest over Afghanistan en daar was ondanks lobby geen vrouw aanwezig. Maar ik denk de volgende vredesonderhandelingen kan het niet meer gebeuren dat het niet gebeurt. Er is zoveel attentie gekomen van je kunt het niet zonder vrouwen oplossen.